Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven staat je niet. Oh my god. De soapserie van Nederland. Die al gaande is sinds 1 oktober 1990. Holy shit, ik had geen idee dat het zo oud was. Ik bedoel, ik wist dat het oud was. Damn. Sterker nog, niet alleen de Nederlandse versie is succesvol. Er is ook een Duitse versie uitgekomen in 1992. Even kijken hoor. Damn. Wat? Wat? Dit heeft zo'n andere vibe dan de Nederlandse versie. Goede tijden, slechte tijden. Ook wel GTST, speelt zich af in het dorpje Meerdijk. Een plek waar iedereen wel een keertje iemand heeft bedreigd, geblackmailed, gemanipuleerd, gekidnapt, verkracht en zelfs vermoord. Al die dingen zijn super normaal in Meerdijk. Het lijkt me insane om daar te wonen. In Meerdijk wonen geen goede personen. Alleen maar slechte personen. Bijna iedereen kent GTST. Zelfs ik heb het gekeken. Omdat ik dacht dat dat was wat volwassenen deden. En omdat ik daarna CSI wilde kijken. Ik begon in iets van 2005, denk ik. En ik stopte volgens mij rond de tijd waar Jan Kooijmans personage Danny vermoord werd. Hij werd vermoord. Op de meest hilarische wijze, moet je zien. Dood daarvan. De meest zachte babyfall ever. Sommige death scenes zijn gewoon niet zo goed geaged. Zoals deze. Yikes. GTST heeft ondertussen 6647 afleveringen. Holy shit. En mij leek het nou eens leuk om te kijken waar het allemaal begon. In de eerste instantie wilde ik heel seizoen 1 samenvatten voor jullie. Maar toen zag ik dat seizoen 1 195 afleveringen heeft. Jesus Christ, man. Dus ik dacht, we doen het maar anders. We kijken de allereerste aflevering van GTST. Dit wordt een wilde rit. Vandaag begint de lange weg naar morgen. Oh wauw, dit is nog voor het klassieke intro-nummertje. Goede tijden, slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Oh nee, het is nog steeds hetzelfde nummer als 1990. Het is best grappig om al deze foto's langs te zien komen in de intro, maar dit was de eerste aflevering. Dus toen dit werd uitgezonden, wist niemand wie dit waren. Niemand. En we beginnen het openingsshot van een personage genaamd Arnie Roberts. Deze jonge man heeft een simpel leven. En ik moet zeggen, zijn huis ziet er niet echt heel erg 90's uit. Dit lijkt best wel modern eigenlijk. Zijn ouders zijn op vakantie en hij heeft stiekem zijn vriendin Linda te slapen. En dan bellen zijn ouders Laura en Robert. The fuck? Ik had geen idee dat hun er nu al in zaten. Zaten hun er al in sinds aflevering 1? Volgens mij zitten ze er nog steeds in. Laura in ieder geval. Robert niet, toch? Die was uit de serie gegaan, weet ik nog. Omdat hij wordt gespeeld door de acteur genaamd Wilbert Gieske. Naamgenoot van mij. Dus zijn ouders komen eerder thuis dan verwacht. Dus moet Linda er snel vandoor. En ik heb tegen Simon gezegd dat ik bij Annette zou logeren. Het acteren is echt een... Het is een belevenis. Ja, kijk, dit voelt al wat meer 90's. Linda fietst er vandoor naar haar broer Simon en ze neemt haar fiets mee naar binnen. Als dorpeling is dit raar voor mij. Simon is Linda's broer en hij zorgt voor haar aangezien hun ouders dood zijn. Linda vertelt dat dit haar laatste schooldag is, want ze gaat van school. Ze ziet er misschien niet zo uit, maar ze zit op de middelbare school. In 1990 was je leerplichtig tot je 16e, in plaats van tot je 18e zoals nu. Dus I guess dat ze 17 is. Want geloof me, iedereen in deze aflevering gaat super makkelijk van school. Ze gaan gewoon van, yo, ga van school, doei. En iedereen vindt het normaal, blijkbaar. Kijk, dit! Dit is die 90s look waar ik naar zocht. Kan niet meer 90s dan dit. Dit is in ieder geval Mirjam en deze aflevering voegt ze niet zo heel veel toe nog. Maar mevrouw Helmink doet er in deze aflevering zeer zeker wel toe. Het blijkt namelijk dat ze een dodelijke ziekte heeft. Simon zegt dat ze iets ongeneesbaars heeft en zegt zelfs... Is kwaadaardig. Het kan niet erg. Kan niet
erger. En ik heb dus zeg maar even research gedaan. En het enige wat ik kan vinden is dat het niet goed ging met haar gezondheid. Dat is alles. Ik kon niet vinden wat ze nou precies heeft. Dan ontmoeten we Peter. Deze guy straalt de ultieme badass uit met zijn leren jasje en propjes papier werpen. Hey, lekker meertje. Ik dacht dat jij zou zweven na je lange hete nacht met sexy Linda. Het acteren blijft gewoon zo fucking hilarisch klinken. Maar goed, het was de jaren 90. Arnie praatte met Peter over dat zijn ouders weer terug zijn van vakantie. En hoe zijn nacht was met sexy Linda. Peter blijkt trouwens ook al weg te gaan van de middelbare school. Omdat hij wil gaan werken. En hij wacht dus op een aanbevelingsbrief van mevrouw Helming. Dit kon gewoon in de jaren 90. Yo, ik ga van school. Lieve leraar, mag ik een aanbevelingsbrief van jou alsjeblieft? Werkt dat zo? Helming komt terug op school na het horen gekregen dat ze waarschijnlijk doodgaat. En dan ontmoeten ze deze guy die blijkbaar ook al van school gaat. Damn, ze introduceren wel veel personages die gewoon van school gaan. Het valt me ook erg op dat de oude GTST zich heel erg focust op de middelbare school. En niet zozeer op de volwassenen. Ik bedoel, toen ik keek, focuste zich grotendeels op blackmailen en volwassenen die zaken doen. En vreemd gaan. En 16 jaar zijn en zwanger zijn. Dat is waar het over ging. Moordplegen en zo. Niet over kinderen op de middelbare school. Het lijkt allemaal nog zo onschuldig. Dan kreeg Peter de brief van aanbeveling die hij wilde, maar die bleek dus niet zo positief over hem te zijn. Ik heb helemaal geen toekomst als mijn vader dit leest. Oh my god. Het is gewoon de line delivery. Het blijkt dat Peter een beetje een boefje op school is, dus hij krijgt geen positieve brief. Vooral omdat hij een boefje is in haar klas. Meer één groot feest voor het mens van Helming. Die springt een gat in de lucht, man, als je dit gebouw voor eeuwig verlaat. Die twee mogen elkaar niet. En Peter is nogal bang voor zijn vader. Wilt u mij één plezier doen? Doodvallen? Daar is ze letterlijk mee bezig. Ze heeft letterlijk net te horen gekregen dat ze waarschijnlijk doodgaat. We krijgen een intense labbersessie te zien van Arnie en Linda. En dan komen er meer mensen om hen heen staan om te converseren. Oké, even pauze. Deze groep zijn dus middelbare scholiers. Kun jij mij vertellen wie de leraar is in dit shot? Want ze zien er allemaal uit alsof ze rond dezelfde leeftijd zijn. Het is zo confusing, want dan wordt er een leraar geïntroduceerd, maar dan ziet hij eruit alsof hij bij de vriendengroep hoort. Deze guy is dus de leraar van deze mensen. Je kon het niet zien, maar het is wel zo. Dan komt Annette bij hen staan om te vertellen dat ze iets moet pakken uit het magazijn. Dat is letterlijk wat ze kwam doen. En dan blijkt... Dan blijkt dat ze een relatie heeft met de leraar! Moet je nagaan hoe goor dit eruit zou zien als zij er daadwerkelijk uitzag als iemand van de middelbare school en hij er daadwerkelijk uitzag als een leraar. Nu ziet het er niet zo weird uit. Ze lijken letterlijk gewoon dezelfde leeftijd. Maar Annette wil niet langer. Ze wil niet langer zoenen met de leraar. Ze wil het afbreken. Maar dat wil hij niet. Dus hij stelt haar gerust door te zeggen... En als je een andere man aankijkt, dan vermoord ik hem. GTST kennende, doet hij dit echt. Even gluren. 37 afleveringen zat hij maar in. Mark de Waal vermoord. Dit is de Simon. Ja. Oh nee. Hij is vermoord. Hij reageert er best wel casual op, moet ik zeggen. Gestoken door een schaar in zijn rug. Kan je dan doodgaan? Hij heeft dus Annette verkracht uiteindelijk en is doodgestoken door zijn vrouw. Cool, dat klinkt heel erg soapserieachtig. Arnie komt thuis en krijgt te horen dat zijn ouders gaan scheiden. Dit zijn nog een van de simpelere problemen die hij heeft. Ik herinnerde mij namelijk helemaal geen Arnie Roberts. Dus ik was heel benieuwd wat er met die personage was gebeurd. Zoals ik zei is zijn personage nu heel simpel. Dit is Arnie en dit zijn ouders. Simpel. Maar het is een soapserie, dus zo simpel bleef het niet. Ik heb opgezocht wat er is gebeurd met zijn personage en oh boy. Dit is het meest soapserieachtige wat je ooit zal horen. In het seizoen van 2000 wordt Arnie opgegeven als vermoedelijk overleden. Omdat Roos de Jager nu wil trouwen met Gijs Bens van den Berg. Terwijl ze officieel nog getrouwd is met Arnie. Waar wij nu zijn, zit Arnie nog op de middelbare school. Echter blijkt in 2005 naar boven te komen dat Guus Tuinman zijn zoon... dat met dat van Robert en Laura te verwisseld hebben als baby. Guus Tuinman heeft for some reason zijn baby geruild met die van Robert en Laura. Why? Waardoor Arnie's echte identiteit Dennis Tuinman is. Dennis Tuinman is de echte Arnie Alberts. Hij wordt gespeeld door Koert-Jan de Bruin en hij zat in de serie toen ik keek. Ik had geen idee dat hij dus al die tijd Arnie Alberts was, blijkbaar. De echte. Dennis verloor zijn geheugen nadat hij in een coma geraakt was. Oh my god, dit is zo soapserieachtig.
achter. Dus die guy die we nu kijken, die guy die we nu zien, dat is helemaal niet Arnie Alberts. Nee, nee, nee. Dat is dus blijkbaar Dennis Tuinman die we nu kijken. Enkele weken later worden Arnie's... Dennis, zijn stoffelijk overschot gevonden waarna hij begraven wordt. Van het stoffelijk overschot wordt vernomen dat Arnie direct na de vliegtuigcrash niet heeft kunnen overleven. Dus hij is dan ook nog eens zeg maar doodgegaan in een vliegtuigcrash. Echter in de jubileumaflevering van 1 oktober 2020 wordt Laura gebeld door Arnie. Oh my god, ze zit er echt nog steeds in sinds aflevering 1. Oh my god. Dit om te vertellen dat Laura door moet gaan met haar leven... En dat het goed met hem gaat. Dit telefoongesprek is echter niet echt, maar verbeeld Laura zich. Hoezo moet ze doorgaan met leven? Ik heb een paar jaar GTS-T gekeken waar Laura in zat. En ik heb nog nooit de naam Arnie gehoord. Ik wist helemaal niet dat Arnie Alberts bestond. Klinkt alsof ze verder was gegaan. Oh my god. Het kan gewoon niet meer soapserie-achtig worden. Hoe verzin je die shit? Het is hier gewoon nog zo simpel. Dit is dus gewoon een classic soapserie-ding. Iedereen blijkt familie van iedereen te zijn. En iedereen heeft geheime zussen, geheime broers... of wat voor geheime familieleden dan ook. Misschien soms zelfs geheime kinderen. Of ze zijn stiekem geadopteerd of verwisselde baby's. Het verbaast me dat ze na 30 jaar nog steeds met dezelfde shit komen. Nog steeds kijken mensen het. We krijgen alleen nog te zien hoe abusive Peters vader is. Komt thuis, neemt een biertje en vanwege de negatieve brief eist hij dat zijn zoon vertrekt. Peter belt zijn lerares op, die veel te druk is met zelfmoord plegen. De aflevering eindigt ook met haar dood op de grond. Moet je kijken. Dit is zo real. We zien haar dood op de grond. Zo'n intense cliffhanger. En dan eindigt het met zo'n vrolijk muziekje. Afleveringen van tegenwoordig eindigen met zo'n cliffhanger sound effect en freeze frame. JJ is Valentijn. Jouw zoon. Ik was natuurlijk benieuwd of ze echt dood was. Maar nee, ze is niet echt dood. Ze wordt gered door Peter en is niet dood. En sterker nog, ze blijft heel lang leven. Blijkbaar in seizoen 7 vertrekt ze naar Canada. Maar ik meende dat ze een dodelijke ziekte had. Hier is nog een leuke twist. Toen we hoorden dat ze deze dodelijke ziekte had, hoorden we dit. Als je een kind hebt, moet zij of hij misschien wel weten hoe het met je gesteld is. Dat kind is overleden. Het was een jongen. En hij stierf tijdens de geboorte. Natuurlijk kan je er bij een soapserie wel van uitgaan dat als iemand zegt... En hij stierf tijdens de geboorte. Dat ze dat niet zijn en dat ze gewoon wachten om die zoon terug te brengen om de kijkcijfers omhoog te krikken. En dat is precies wat ze hebben gedaan. Want wat blijkt nou? Peter is haar zoon! Hoe de fuck hebben ze dan geconstateerd dat... haar zoon dood is gegaan. Hoe komen die ouders dan aan Peter? It makes no sense. Is het gewoon een prank of zo dat de dokter gewoon binnenkomt en zegt... Ja, je baby is dood gegaan. Hoe gebeurt dat soort shit? Dat kan gewoon niet. Natuurlijk is de leerling die zij het meest haat haar zoon. Oh god, dat was in ieder geval de eerste aflevering van GTS-T. Wat vind jij van GTS-T? Ben jij nou echt helemaal bij? Laat mij het weten. En laat mij vooral weten wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!